Laat de kust met rust en stop met graven, waren enkele van de leuzen van de protesterende gistermiddag rond en op het Onafhankelijkheidsplein. Ze hopen dat er daadwerkelijk een einde komt aan de zandafgravingen, omdat de zeeschildpadnesten in gevaar komen. Stichting Probios, die de trekker is van de acties, benadrukt dat het niet alleen gaat om de zeeschildpadden, maar om heel Suriname. De eerste actie is de vorige week te Braamspunt gehouden. Het protest op het plein kwam na uitspraken van minister Regilio Dotsen van Natuurlijke Hulpbronnen. De actievoerders lieten luidkeels hun ongenoegen blijken. We hebben geen toestemming gehad om te demonstreren. Daarom waren we alleen op het plein nabij de Nationale Assemblée, zegt Erland Sleur, voorzitter van Stichting Probios. De borden van de protesterenden stonden leuzen zoals stop zandafgravingen en red onze zeeschildpadden. Rust voor de kust! De protesterenden die gistermiddag op het Onafhankelijkheidsplein hebben gedemonstreerd, zag u daarnet in beeld. De groep is tegen de zandafgravingen bij Braamspunt, omdat de nesten van de zeeschildpadden daardoor worden vernietigd. De acties zijn georganiseerd door de stichting Probios.